Hoe kan Jan Schot beter verwelkomen dan met een fikse regenbui? De nieuwe trainer van Racing Genk, Alex McLeish, ziet een goede start van zijn ploeg. Buffel zet voor, Cissé neemt knap aan en schiet in de draai binnen. 1-0 voor Genk. De komst van McLeish zorgt voor inspiratie bij Genk. Buffel vindt dit keer een boyo en die maakt er 2-0 van. Agent lijkt al uitgeteld. Ik denk dat we de eerste 10 minuten, zowel eerste als tweede helft, niet 100% wakker waren. We waren iets te laks soms en we geven eigenlijk 3 makkelijke doelpunten weg. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt om je toch nog iets te raken. De jager doet nogthans zijn best. Met een mooi afstandsschot brengt hij Agent terug in de match. 2-1. 4 minuten later krijgt Genk een nieuwe dreun. Milicevic krult een vrije trap over de muur en brengt de stand in evenwicht. 2-2. Genk heeft een mooie voorsprong in 5 minuten weg en dat kan de harde kern maar moeilijk verkroppen. Uiteindelijk kan er toch nog gevierd worden in Genk. Via Anele komt de bal bij Okriashvili en die tikt de 3-2 binnen. Uitgerekend Anele en Okriashvili, de 2 amokmakers van deze week, worden de matchwinnaars. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost op het einde, maar ik denk wel verdiend. Natuurlijk zat de schrik er wel even in dat je na een half uur goed voetballen 2-0 voor staat, maar dan toch weer het heft uit handen geeft. Maar de tweede helft hebben we de draad opgepikt. Was het spelniveau niet altijd zoals de eerste helft, maar oké, ik denk wel verdiend gewonnen.